Vier dagen later arriveert uit Jogja op Kemayoran Sharifuddin, de leider der Indonesische delegatie, met enige ministers, onder wie Haji Agus Salim en andere republikeinse autoriteiten, voor de ondertekening van de wapenstilstandsovereenkomst. Nog diezelfde middag begeven de delegaties zich naar de Renville. Op dezelfde plaats en rond dezelfde tafel waaraan in december van het vorige jaar de besprekingen begonnen, wordt de bijeenkomst door de voorzitter van de week, rechter Kirby, geopend. Hij leest de voorwaarden der bestandsovereenkomst voor en verzoekt de delegatieleiders er hun handtekening onder te plaatsen. Achtereenvolgens tekenen Raden Abdulkadir voor Nederland en Sharifuddin voor de Republiek. Weer is een stap gezet op de weg naar de oplossing van het Indonesische probleem.